Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 9 december 2013. Klingendaal vermoordt Nederlanders voor vriendschap met Al-Qaeda in Syrië. Als het Nederlandse volk nu niet wakker wordt, hebben we binnenkort een burgeroorlog en die is dan geregeld door Klingendaal, ministerie van Buitenlandse Zaken, die Hague Security Delta, ICCC, coördinator terrorismebestrijding en dergelijke. Instituut Klingendaal mag wettelijk gezien geen Al-Qaeda Syrië oppositieleden trainen voor politieke vaardigheden. Het is namelijk instituut Klingendaal die ervoor heeft gezorgd dat ik als eerste Nederlandse vrouw een rechtszaak moest starten tegen Nederland bij het internationaal strafhof. Ik bewijs dat de Hoge Raad dossiers weggooit op verzoek van politici als burgers rechtszaken willen starten tegen politici in zaken ambtsmisdrijven begaan door leden van de Staten-Generaal. En dat is als politici weigeren de mensenrechtenverdragen toe te passen en daardoor is een burger in Nederland rechteloos, dan leeft die burger in een oorlogstoestand en gedraagt de politicus zich als terrorist. Klingendaal heeft mij samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken gedwongen in mei 2007 als eerste Nederlandse vrouw een rechtszaak te starten binnen het internationaal strafhof. Daarna hebben ze samen met allerlei organisaties een lobbysysteem gebouwd voor de internationale lobby. En nu hebben zij via die internationale lobby Al-Qaeda getraind tot politicus. En dat betekent dat Klingendaal de mensenrechtenverdragen niet uitvoert, de rechtsstaat Nederland afbreekt door ervoor te zorgen dat Nederlanders geen toegang meer hebben tot een advocaat, rechters of universiteiten. En met universiteiten bedoel ik toegang tot de kennis van professoren. Die professoren zijn corrupt en die werken ook mee aan de afbraak van de rechtsstaat. En bedrijven. Instituut Klingendaal heeft nu op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken Al-Qaeda getraind in Syrië. Er ligt tegen Timmermans een rechtszaak bij het internationaal strafhof omdat hij wil dat het ICC mensen vermoordt op verzoek van politici. Dus Nederlanders laten via het internationaal strafhofsysteem Nederlanders vermoorden, maar ook buitenlanders laten Nederlanders vermoorden of failliet maken. Wat we nu hebben is dat Klingendaal via de ICC-lobby Al-Qaeda toegang geeft tot onze bedrijven. En dat zal in eerste plaats zijn de energiebedrijven en de grondstoffenleveranciers. Wat je dus krijgt is dat binnenkort op directieniveau Al-Qaeda meepraat over de Nederlandse economie, terwijl het Nederlandse volk dat niet weet. En terwijl het Nederlandse volk massaal werkeloos wordt gemaakt. Klingendaal heeft de wettelijke plicht om het Folterverdrag toe te passen. En dat betekent dat ze de wettelijke plicht hebben om mijn bewijsstukken over corruptie bij het internationaal strafhof juridisch correct te verwerken. Net als dat de rechtspraak dat heeft. Juridisch correct betekent dat dergelijke instituten aan het Nederlandse volk gaan uitleggen dat wij in Nederland geen rechtsstaat meer zijn. Dat weigeren ze te doen. Ze weigeren ervoor te zorgen dat Nederlanders toegang hebben tot het recht. Dus wat je nu krijgt is dat Al-Qaeda weet dat zij in Nederland kunnen regelen dat burgers geen toegang hebben tot het recht. En dat ze dus via de rechtspraak, de advocatenorde, de universiteiten, de directies van bedrijven kunnen regelen dat er zowel in Nederland als internationaal mensen vermoord worden voor en door Al-Qaeda. De Nederlandse politieke partijen die willen dit niet weten. Ik heb echt honderden e-mails toegestuurd, maar ze willen het niet weten. Ik verwacht dat Nederland echt heel erg hard onderuit gaat in 2014. Omdat ook de media deze grote, gruwelijke waarheid niet aan het volk wil uitleggen. Als je kijkt naar de reguliere media, de Telegraaf, de NOS en dergelijke, het zijn allemaal de standaardverhaaltjes en dat zijn allemaal verhaaltjes die ervan uitgaan dat instituten als Klingendaal, ICCT,
coördinator terrorismebestrijding, vrij zijn van wanbeleid en vrij zijn van schending van mensenrechten. Nou, dat is dus niet zo. Wij worden nu in hoog tempo overhandigd aan Al-Qaeda. De soevereiniteit van Nederland is volgend jaar in handen van Al-Qaeda. Ga naar mijn website en andere video's als je meer wilt weten. Dag!